Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en PlayStation, UEFA Champions League sponsors. Trap ook. En dan is Skriniar even verrast. Dan was daar plots Griezmann. Daar is Barcelona voor het eerst. Met toch een hele leuke poging van Carles Perez. Vecino, Lukaku. De hoek is misschien scherp. Lukaku kappen. En dan is daar toch nog in laatste instantie een verdediger. Alleen ja, die de 1-0 van Romelu Lukaku verkopt. Ja, de kans om met zijn rechtervoet te trappen, Lukaku. Laat Umtiti zich makkelijk van de bal zetten. Martinez zoekt en vindt Lukaku. Die speelt goed door. En daar is Neto. Met een prima redding op het schot van Piragi. Antoine Griezmann, de lopende man. Gezoeken. Daar is Vidal en daar is Carles Perez. De 0-1 voor Barcelona. Een koude douche voor Inter is dit, maar het is een heerlijke aanval van Barcelona B. En Carles Perez, die zijn debuut maakt in de Champions League vandaag, die maakt ook zijn eerste goal. Ja, het is vooral de pas van Griezmann, fantastisch. Hij speelt nu toch weer centraal. Hij zit toch gewoon bij de Franse nationale ploeg. En, door het ontbreken van Messi kan hij daaruit de voeten. De keer dat Barcelona aan het corner mag trappen vanavond. En daar gaat hij de 2-0. Ai, wat laat Lenglet daar liggen. Hoe is het mogelijk? En wat een opluchting moet dit zijn voor Inter. Martinez, acrobatisch. En dan maar trappen. Ja, dat is heel opportunistisch hoor, van Lautaro Martinez. En er komt plots een kans uit de lucht gevallen op het moment dat Inter zoekende is. D'Ambrosio, weer lang. Martinez met Todibo. Die gingen wel behoorlijk aanhangen. Martinez en Lukaku. Romelu Lukaku, hij doet het dan toch. Ja, net voor de rust, ideaal. Lukaku met 1-1. Weer dat geweldige samenspel tussen Martinez en Lukaku. Het vuile werk gedaan door de Argentijn. Ja, we gaan ze elkaar weer opzoeken. Romero. Vecino die probeert diepte te maken. Kijk, die lange bal. Lukaku met Todibo. Hij is er voorbij. Lukaku recht op Neto. Jongen. Dit is een ziekenhuisbal. Neto die bal naar voren. Lukaku goed. Martinez. Wat een woelwater. Blijft in beweging. Kijk eens, schitterend. Martinez gaat het zelf doen. Zijn eerste kans in de tweede helft. En die heeft hij helemaal zelf afgedwongen. Ja, hier een bal dat hij eigenlijk nooit meer kan hebben. Dan werkt hij zich toch terug in balbezit. Ja, knap over een sombrero, over Lenglet. Dan een goed schot. Hier is Politano. Gespeeld door Martinez. Politano gaat zelf trappen. Lukaku moet het dan doen. Het is Martinez. En weer de vlag. Weer de vlag de hoogte in. En weer gaat de 2-1 niet door. Vanwege buitenspel. Nou, voor de tweede keer vandaag, maar ook vorige wedstrijd. Het is weer Lukaku die daar een beetje niet slim positie neemt eigenlijk. Ansu Fati doet het dan. Het is 1-2 voor Barcelona.
En Inter gaat ook dit jaar niet naar de achtste finale. En Ansu Fati wordt met deze goal zijn eerste Champions League goal de jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Ja, prachtig doelpunt. Goed afgelegd van Suarez. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en PlayStation, UEFA Champions League sponsors.